ben Bert Hummels van Leefbaar Almelo. Het mooiste zou zijn als er wat minder armoede was, wat meer werkgelegenheid, een betere duurzaamheid en een goed sport- en cultuurbeleid. En er is nog veel meer, maar duurzaamheid, werkgelegenheid, armoedebestrijding. Nou, en wat ik ook nog wel belangrijk vind, en dat is een wat ander onderwerp, de regionale samenwerking. Daar mankeert wel het een en ander aan. We krijgen allerlei rare berichten en we doen alsof we het heel belangrijk vinden en we doen ondertussen niks aan. Dat geldt voor duurzaamheid net zo trouwens. Ja. En hoe zie jij dat? Hoe wil jij die duurzaamheid veranderen? Hoe wil je dat vorm gaan geven? Nou, bijvoorbeeld bij alle nieuwbouwprojecten al zorgen dat de goede isolatiemaatregelen, maar ook zonnepanelen en andere alternatieven meegenomen worden. En wat heel belangrijk is, en met name bij de doelgroep die het moeilijk heeft, ook zoveel mogelijk isolatiematerialen aanbrengen. En dat moeten met name de coöperaties doen. Want dan kun je de woonlasten voor mensen naar beneden brengen. En dat is ook belangrijk, want betaalbaar wonen is voor ons ook nog wel een belangrijk item. De leeftijd van alle raadsleden die is 4 jaar hoger en dat is al verschrikkelijk hoog, dus dat wordt een dikke puinhoop. En wat er echt veranderd is, wat ik hoop, is dat er minder armoede is.